Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens Koningsdag waren diverse vrijmarkten. En hierbij konden kinderen hun eigen spulletjes verkopen. Er was tevens een heuse kofferbakverkoop op Breepark. We zijn begonnen vanmorgen met het opbouwen van het Jacques Verheelsplein. Het centrale gedeelte waar het dit jaar allemaal plaatsvindt. We hebben het vlaggeis gehad, we hebben de ontvangst van de gedecoreerde en de oud-gedecoreerde gehad. Hoi, wat ben je aan het verkopen hier? Allemaal spullen. Ja, wij hebben het zeker naar het zin. Want het is bewolkt, maar het is droog. En het is gezellig druk, dus hartstikke goed. En welk goed doel staan jullie voor vandaag? Voor de tijger. Wat goed. En hoe gaan jullie geld inzamelen? Nou, ik heb een doneerdoos en daar kunnen ze geld in doen als ze dat willen. Ja, dit is de eerste kofferbakverkoop die we hier organiseren. Mijn eerste evenement ook wat ik hier heb georganiseerd, dus extra speciaal. Iedereen heeft een standje neergezet bij een paar meters, zeg maar, voor zijn spullen. Krukjes en spelletjes. En babyspelletjes. En wat verkoop jij? Ja, en boekjes en zo. En ook een krukje. Ja, eigenlijk een beetje het idee vanuit de vrijmarkten met Koningsdag. We dachten, ja, dat kunnen wij ook. Een leuk concept, niet met een kraampje, maar gewoon lekker vanuit je kofferbak. Makkelijk, iedereen op zijn kleedje. Dus vandaag. Zelf maken! Ja, dat mag je wel doen hoor. Ja, mag ik dat doen? Ja. Nou, dat zullen ze even helpen, toch? Moet! Ja. Oh, dat moet wel lukken, toch? Ja. Nou, dan gaan we het even doen. Even duwen. Ja, en de aardbeien van hun. Ik zie jullie gewoon fruitmeisjes dan? Ja, een soort van. Nou, lekker gezond toch? Ja. Gezond eten. Nou, volgens mij is hij wel goed zo. Ja. Nou, dan leggen we hem even hier. En dan hebben we al genoeg nu, of niet? Ja. Moeten we nog eentje? Ja, want net zijn er 3 mannen gekomen die alles meegenomen. Dus... Meegenomen? Ja, nee, gewoon gekocht, maar dan alles gewoon, ja, gekocht. Alles opgedronken? Ja. overal de standjes een beetje bekijken. Het is Koningsdag, hè. Dus, Je bent echt een koopjesjager. Weet je wel. Wij moeten zorgen dat er muziek is. Dat horen jullie wel. We willen ook foodtrucks hebben in het park. Maar het belangrijkste is dat we voor de kinderen de nodige activiteiten hebben. Zoals springkussens, zo'n jumpinggeval, toestel. Maar ook dat kinderen hun eigen spulletjes kunnen verkopen. Wat heeft u al gekocht? Nou, dan moet je even kijken. Ik heb dikke ikken. Nou, en wat is dit voor boek? Ik werk in een kliniek voor mensen met eetstoornissen. Ik vond het wel leuk. 2, 3, ja! Woehoe! Wij werken samen met de gemeente. Die geeft natuurlijk faciliteiten. Wij krijgen, die zorgen ook dat wij stroomvoorziening in het park hebben. Dat wij water kunnen pakken. Dat zijn toch die hele simpele dingen. Maar die hebben we wel nodig om dit allemaal geregeld te krijgen. Hallo, goeiedag. U verdient een lintje. Ik? Nee, ik denk u toch? Je bent koning toch? Ja, maar u verdient vandaag een lintje, kijk maar. Nou, geweldig. En waarom dan? Nou, wij gaan het goede doel, voor het goede doel fietsen. Gaan we naar de Mont Ventoux. En jij verdient dan een lintje als je ons voor 1 euro sponsort. En dan, kijk. Zeker. Groetjes Willem-Alexander en Maxima. En veel plezier van iedereen vandaag. Breda Nu. Je weet het meteen.